kijken. Ja. Wat dit moet te doen zijn. Poeh. Rental Moskva. Zet en Shima. Zet zal waarschijnlijk naar C gaan. Willem E2 lijn Harm C. Ja, Zelda als altijd. Zelda als daarnet. Ja, dus Soepje en ik C. Floris Bas A. Of ben je bij B blijven? Elio, je weet wat je moet doen. Willem 1-2 lijn spotten. En Wis gaat C. Moet hij wel reageren. Pas op voor de Shima en Willem. Ja. Wijzer, mijn vaart. Ja, ik kan weinig doen. Als ik hem tegenkom, ga ik iets proberen, maar ja. Ik vaar 1/4 weer, Kevin, dus je kunt zo voor me langs draaien. Mooi. Ja. Located. Moet wel zeggen, af en toe is het handiger als jij de destroyer spot om zelf niet te schieten en gewoon weg te draaien. Ja, dat hangt van de situatie af. Ja. Als hij schiet, dan draai ik gewoon weg, dan kan ik 20 seconden lang gespot houden. Precies. We hebben de laatste twee keer van hun gewonnen of verloren. Elio. We hebben toen natuurlijk elke keer van hun gewonnen of verloren. Nou, dat boeit niet. Ik wou net zeggen. Deze winnen. Daar komen schoten. Wat is... Hindenburg volgens mij. Ja, of de Moskva. Nee, Hindenburg. 2x4. Ja. Nou, 3x3. Maak het uit. En wat boeit het nou wat je het vroeger hebt gedaan? Oh, oké. Okay. Eén nog denkt dat hij slim is, maar dat is hij niet. Moskva. Mooi, want dan kan alleen de mooi niet liggen. Want die gaat achter het eiland liggen op de Yamato-positie. Nou, ik denk dat het de mooi naar C toe gaat. Ik hoop het, want dan Puntje heb ik niet vrij spel. Maar dan gaat ze zo wel één in de beuk deze kant op. De Moskva heeft al 4 zitten, dat is schat van mij. Hij heeft damage con gebruikt. In de beuk. Roger? Nee, hij is eruit, hij is al weg doorgevaren. Ja, die zal waarschijnlijk hier gaan liggen. Ik ben located. Willem, zie je dan wat? Wat? Oké. Okay. Ben je hier? Ja, heb ik hem ook. Ik ben detected in het midden. Moskva is fucking verder wist, echt waar, jongen. Gegaan. Maar hij zit hier aan eens. Het verwacht me dat wij geen rode schepen zien. Komen we zo meteen. Ik wou net zeggen, het wordt zo meteen een shitstorm. Daar is hij. Ja, ik weet het nog een B. Ja, ik kan hem niet raken nou. Doorvaart dan, kijk, nog eens het rest. Z zit in C. Shimmertorps, Shimmertorps. Het zijn 12 kilometer torps. Ja. Nou, was close. Maar één ding scheelt. Ja, maar waarschijnlijk heeft hij een torpedo booster erop zitten. Die Makazen? Dat weet ik niet. Heeft hij niet. Oh. Z-52. Maar dat zijn 12 kilometer.
Ah, doorpushen of niet? Ja, Mont die ligt hierboven, hè? Ja, doe maar niet. Ja, weet ik niet of die er nog ligt. Want hebben we niet gespot. Twee widespread zuid op de Hindenburg. Nee, andere Hindenburg, de mooie ZBC. Ik heb hier vrij spel met uitzondering voor dat die Shima radio location heeft. Bas, jij gaat ver zonder dat Floris meekomt. Ik ben vol in hankers gegaan nu, Willem, dus Je kan daaromheen gaan, ik ga tussen de eilanden door. Dan kan ik C ondersteunen eventueel. Want ik heb zo'n vermoeden dat die mond hier richting C gevaren is. Ik heb daar radio location. Hij detecteert twee keer, dus kan een DD hier zitten. Beetje jammer dat hij vliegtuig geeft, want hij spot torps. Detected, Shimakaze. Ja, daar gaat een eiland. Ja, niet te agressief, hè, Willem. Zo erg agressief. Ik kan hem even gespot houden, jongens. Maar niet al te lang. Maar ik mis hem net. Kijk, hij torp. Ga maar hier focussen op die Hindenburg. Nou, liefst gewoon schieten op de Shima totdat hij niet meer gespot is, want elke kruid die eraf. Hij zit er van mij op 14 kilometer. Ja, maar als schiet je er maar een K af, dat is een K die ik er dan niet hoef te doen met de knife fight. Ik denk dat die gasten aan het verstoppen zijn. Ik denk we hebben twee caps. Ja, ik denk dat Elio met die duwt ze moet pushen. Bas, heb je geen citadel kans op die Moskva? Daar heb je de Z. Laat. Jongens, Z. Bas, je gaat van mij rook ontvangen. Kijk uit de Hindenburg erop, weet ik, hè. Alleen maar bounces. Dat staat drie keer in de fik. Ja, dat weet ik. Drie keer. Ik had ook eigenlijk gehoopt dat Floris daar zou doorpushen. Ik ben al bezig, maar ik moet de VD opbeschermen, maar we zijn niet zitten. Achteruit blijven gaan, Bas, krijg ik ook. Wel stoppen met schieten, anders blijf ik gespot. Storps. Ik ben dat op. Ik ben dood. Inderdaad, 12 kilometer tops. Dat dood. Nice. Maar ik ben hier zo meteen ook genaaid. Floris, dat was de laatste set, want hij had de tweede deze kant op gestuurd. Ik ga meeschieten op die Hindenburg zo meteen. Ja, ga maar. Is het in de fik. Montana zit aan de achterkant van het eiland. Die zit hier. Oeh. Dus ik ben zo echt genaaid. Zit hij op de Hindenburg? Dubbel fik, één fikje nog maar. Ah nee, Montana lag dus nog helemaal achterin. Dan is het waarschijnlijk Hindenburg die er aan de zijkant ligt. Ja. Pas op je achterkant, hè. Niet dat die Moskva doorvaart, Floris. Nou, we weten waar de Shima zit. Hoezo? Omdat hij de Hindenburg spookt. Torps. Let op het tweede set. Die er aanstaan. Over 20 seconden.
Zet ik ben niet meer detected, dus de Shima ligt ook in de rook. Over 20 seconden gaat er 2 spreads richting de rook. Ik ben detected, Shimakaze. Lekker schot, Helio. Je hebt 20 seconden totdat de Shima weg is. Pas op voor de Moskva in het midden van de map, jongens. Die komt jullie kant op. Netjes. Lekker, Floris. Ben je mee allemaal op hem of niet? Als je wil. Ja, die probeerde de. Die heeft torps op de dingen. Shima zit weer in de rook. Ik ga erop af. Hij is uitrook. Hoi. Hoi. Yo, Jelmer, waar is Harm mee bezig? Ja, die is aan het uitpraten. Dan zou ik zeggen, nou A-cappen. Ik ga alle drie Shima de caps. Af. Ja, Willem Shima pakken. Ja. De Floris A-cappen en de Moskva. Ik ga erop pakken, jongens. Located het RPF. Top hit op de Shima. Nou, rush hem. Ben je bezig, ik weet waar die zit. Bij 2 rechte torps en dan iets naar links, daar zat hij. Ah, kom op, Harm. Jongens. Let op torps achter je, Floris. Ik snap dat het vervelend is, maar Harm is ook even met andere dingen bezig. Hoef je niet over door te blijven gaan. Nee. Ah, dammit. Goeie manoeuvre. Jezus, Floris, zeg. What the fucking fuck? Die kon ik Floris, waar heb jij Abia? Kijk of je die Moskva inderdaad kan pakken. Floris, heb je Abia? Ja, voor mijn neus, Moskva. Ik ben Moskva zitten, dinges. Want daar zit achter je. Helio, kijk of je die Des Moines kan pakken. Die Montana kun je negeren. Plus high explosive. Ja, dat is gewoon laai. Ja, Kiering inderdaad daarboven een beetje gaan spotten. En je mag best verder van Floris afgaan. Ja, ik probeer die Shima te zoeken, maar... Ja, maar die zal nooit zo dicht bij Floris liggen. Nee, hij heeft net torps op Floris gelost. Ik heb hem hier geraakt met de torpedo. Willem. Ja? Die Shima gaat nooit zo dicht bij Floris liggen, want Floris is in Des Moines. Dus je moet verder van hem afgaan. Om hem te spotten. Shima zal waarschijnlijk nooit binnen 9.9 van Floris komen te liggen. Floris, torps voor je langs. Oh, laat maar. Ja, die is de... Oh, 46. Hij is in de fik. Ja, dat geeft niet aan. Precies. Floris, en de Des Moines is ook al dood, dus Floris nou gewoon cappen. En zodra we die Shimmer hebben we eigenlijk gewonnen. Dan moet Floris zich gewoon terugtrekken. Dat geeft niet. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk damage te doen. Probeer zijn guns te focussen ofzo. Detected, daar is hij. Floris, Shimmer. Ja, mijn guns waren onder hij. Gewoon rush. Ja, onderweg. Pas op voor zijn torps. Je weet vanuit welke richting ze komen. Ja, ik heb hier ervan staan. Nu draai je in de richting hem. Ja, ik denk dat Floris nou echt weg moet gaan rennen. Torpedo's. Ja. Oh, fuck. Kun je ontwijken. Rustig blijven, netjes. En gewoon vol op die smoke pushen. Ik ga wel helpen met de Shima dat ik wegga van de... Hij heeft nog steeds 1 spread, hè? Ja. Gewoon naar de Shima toe gaan, Floris, en wegwezen. Alleen het radar gebruiken om de Moskva te spotten, dus. Nou, dat geeft niet. Als het goed is, moet Willem hem zo proxy spotten als hij nog in de smoke zit. Nou, hij zit niet in de smoke, hoor. Anders smoke te zien. Hij is gewoon gelijk weggerend. Nou, hier zijn de laatste torps. Ja, maar zolang Floris door heeft waar die zit met radarlocatie, dan kan ik het misschien wel vinden.
Hier. Ja, ik ga proberen hem af te schrijven. Ga denk ik het op. Ik ben detected. Ja, oh ja. Dan ligt hij hier ergens hier. Op D. Ja, draai. Ja. Ga maar gewoon vol op langs de eiland af, Willem. Ja, ik sluit bij de waprand. Hou onder zijn cap even tegen, Elias, dat nog lukt. Montana is nu ook maar op mij te aimen, volgens mij. Hoe lang voor je radar hebt, Floris? 50. Hier. Ah nee, die draai ga je niet meer maken. Oh, heeft niet. Hij is vriend, ja, hier nu. Ja, die Shimmer moeten we echt dood hebben als we willen winnen, jongens. Ja, dan nog. Als Shimmer dood is, dan wordt er ook niet meer gespot. Voor die Montana. Montana is nou Floris aan het schieten. Je hebt incoming Floris. Ja, twee koppels. Ah ja, hier. Ja, hij is te snel. 10 seconden heb ik radar. Ja, daarom zeg ik al, ga gewoon rechtstreeks naar het eiland toe. Ja. Nee. Ik heb ook een Monty op mij, nee. Hè. Gewoon door blijven gaan hoe jullie nu gaan, daar is hij. Daar is hij. Torps. Draai in. Pak er 1, geen 2 alsjeblieft. Dan maak die Shimmer af. Ik heb zijn roer en zijn torps. En ik heb weer zijn, ik heb zijn engine. Die blijft. Zijn vaart op halve kracht. Zodra die Shimmer dood is, conceal meteen gaan, jongens. Kom op, pak hem. Alles gaat mis. Oeh, Willem. Maak hem af. Dat is echt een Floris actie, hè? Oef. Zo. Oeh, wow. Die ene tapeer zou ik moeten eten eigenlijk, hoor. Dat was een really close call. Ja. Jezus. Netjes gedaan, jongens. Netjes gedaan. En mooi nog terugkomen. Een kusje van Floris. En we zouden nog één potje kunnen doen. Ja, nee. Ik ga het niet, geen tweede keer riskeren met Lus. Maar Willem, dat was even een afscheidkusje. Sorry. Ja, hij liked it, knipoog. Gay? You touch my tralala. Oeh, you touch my tralala. Oh, je hebt net gewoon jaloers, Bas. Ja, Bas wil er ook bij. Jij mag er ook wel bij, Bas. Kom maar. Oeh, we gaan weer experimenteren. Hey Bas, deze keer neem ik naar de sweep mee. Ik heb mijn auto met andere shit vol zitten. Ik heb ook nog wel zo'n knevelballetje. Ja, die heb ik al 4. Oh, ja, vet. Hebben de mensen zin om nog even space battles te doen met mij? Ik weet niet wat is. Ik ga naar bed ook, het is 10:30. Spijt me zeer, jongens. Ik doe nog wel even space battles, hoor. Ik ook nog. Ja. Ja, netjes gespeeld iedereen. Heel netjes. Volgens mij is het nou 4 tegen 1. Ja, zoiets. Nee, 3. Ja, zoiets. Bas, waar ging je zo snel dood? Zit die Moskva ook op jou te rammelen dan? Ja, die Moskva zat ook op mij te schieten, ja. Ja, maar ik moest Elio even helpen met die zet. Ja, uiteindelijk heb ik die zet nog even uit zijn smoke geschoten. Ja, maar ik forste hem wel weer naar achter, hè? Want daar ging ik toen achteruit. Moet je wel even, welke schepen heb jij, Kevin? Ja, alleen de cruisers op dit moment. Ja, ik ook. Ja, dat geeft toch niet? Nee. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat beneden is, joh. User joined your channel. Hey jongens, dankjewel. Ik ga even met Ronan een paar potjes doen. Yo. Nou, ik ga de jongens even beneden wel tussen wensen. User left your channel. Yo. Even kijken, 3 gewonnen, 1 verloren. Oh. Okay. Maar ik moet er nog 2 winnen en ik heb... Ik moet er morgen nog eentje winnen, of zaterdag nog even eentje winnen. Maar zaterdag weet ik niet of ik het ga redden, user maar zondag sowieso. Hey Massa jongens. Yo. Yo. User left your channel. Ik moet nog eentje winnen, dan heb ik mijn 1750 die blonen met 30 dagen. Volgens mij moet ik er nog 2. Ik zal ze even snel pieken. Ik moet er nog 2 winnen inderdaad, zo daarvoor. Oh shit, vlaggetjes. Oh, die gooi ik hier nog niet op.
Nee, ik moet mijn kapitein eerst nog even